Het eerste tv-debat is een feit en de 26 campagnefoto's worden op steeds meer plaatsen verspreid. Zijn we al een beetje klaar voor de verkiezingen? Ze komen er nu toch echt aan, de Tweede Kamerverkiezingen. Deze keer toch net iets spannender dan normaal, vanwege alle nieuwe gezichten die meedoen. Gisteravond was alweer het eerste tv-debat te zien en ondertussen worden op straat ook de verkiezingsposters weer volop verspreid. Maar weten we inmiddels al een beetje waarop we gaan stemmen op 22 november. Wij gingen de straat op in Druten. De verkiezingen die komen eraan, zijn jullie daarmee bezig? Wel, ja, niet de hele dag natuurlijk, maar ik ben er wel mee bezig, ja. Ik vind het wel belangrijk. Wij zijn regelmatig gaan kijken. We horen natuurlijk bij de oudere generatie. Dus ik ben heel benieuwd welke partij nou een beetje. Het gaat tegenwoordig wel heel veel over de jeugd en de jeugd dit en de jeugd dat. Vind ik hoor, persoonlijk. Dus kijken welke partij nou ook nog een beetje achter de ouderen staat. Eigenlijk helemaal niet. Net zoals half Nederland. Totaal geen vertrouwen in de politiek? Nee, nog niet. Ik heb me er nog niet in verdiept, dus dat moet ik nog doen. Nou, eigenlijk vind ik het heel moeilijk, als ik eerlijk moet zijn, want het is, je weet eigenlijk nog niet op wie je moet stemmen. Want dat springt van links naar rechts. Met welke onderwerpen houdt u zich dan bezig? Wat vindt u belangrijk? Ja, wat zoal wat belangrijk niet. Wordt gemaakt, hè? Het milieu. Migratie ook. Migratie. Nou, woningbouw. Voor al die jongeren, die studenten die allemaal thuis moeten blijven wonen. Dat. En gewoon jonge mensen met gezinnen die helemaal niet ooit aan een huis kunnen komen. Zorg. Welzijn gewoon in de omgeving. Milieu is ook wel een ding. Ja. Nou, zo dat mensen in ieder geval een beetje normaal kunnen leven en uiteraard vrede. Dat mensen goed met elkaar omgaan. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Heeft u nog wel vertrouwen in de politiek? Je moet altijd vertrouwen blijven houden, neem ik aan. Hè? Want ja, zonder kunnen we ook niet. Niet echt. Het is hier veel te versplinterd allemaal. Vind ik. En we hebben het al te vaak gehoord. Dan beloven ze van alles met het kopje zak. Ja, maar dat komt ook door het coalitiebeleid. Dan hebben ze met zoveel partijen te maken. En dan, moeten ze maar, en dan zijn ze zo aan het strijden dat er van al die plannen niks terecht komt natuurlijk. Ik heb het kabinet, dat is ook uit elkaar gevallen nu zo. Dus dat is ook weer hoop gedoe om dat weer opnieuw op te bouwen. Dat. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. En waarom niet? Ja. Waarom wel? We kijken wat ze allemaal beloven en wat er allemaal nergens iets van uitkomt. Nou, je moet wat, hè? Hallo. Dus ik wil wel graag vertrouwen hebben. Ik bedoel, ik ben wel blij dat het nou gewoon helemaal op de schop gaat en dat het hopelijk echt anders gaat worden. We hopen er het beste van, laat ik het maar zo zeggen. Dat er in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten is in onze regio is niet nieuws. Vooral het grondgebied van gemeente Overbetuwe was het toneel van vele belangrijke operaties. Er zijn daar ook tal van monumenten en gedenktekens te vinden, maar compleet was dit nog niet. Daarom werd zaterdagmiddag een nieuw gedenkteken onthuld aan de dijk in Randwijk. Ter herinnering aan operatie Pegasus 1, die plaatsvond in de nacht van 23 oktober 1944. De Pegasus 1, die zijn vanaf Oranje-Nassewoort, aan de andere kant van de Rijn, zijn ze de Rijn overgestoken met de bootjes. Een plus minus 150 mensen, ook een aantal burgers, zijn ze hier aankomen lopen, een beetje waar wij nu staan. En zo zijn ze hier naar boven de dijk gegaan en zijn ze op transport gezet naar het hospitaal in Valburg. Dus daar is eigenlijk de reden om toch iets zichtbaars te krijgen voor die operatie. Want vooral het gebrek aan die zichtbaarheid was Wim Florissen een doorn in het oog. Zomers komen hier de bussen langs van die Battlefield Tours. Die kwamen dan van de dijk aflopen en dan stonden ze hier. En dan krijgen ze van de gids het verhaaltje, maar er stond niks. Dus ja, eigenlijk van jongs af aan had ik zoiets van, ja, dat moet toch een keer kunnen. Dus nou gewoon de stoute schoenen aangedaan, richting K3 en KWS gegaan. En die hebben het mogelijk gemaakt, want zonder zulke bedrijven kan je zulke dingen ook niet doen. K3 Delta is hier in de Uiterwaarden bezig met de winning van belangrijke grondstoffen voor de bouw. Doordat het bedrijf streeft naar een evenwicht tussen ecologische en maatschappelijke belangen,
kwam bij hen het verzoek binnen voor dit gedenkteken. Ik werd vanuit de omgeving benaderd voor een mooi monument op deze locatie. En dat zijn maatschappelijke dingen die we graag ondersteunen. Die we leuk vinden om een bijdrage in te doen. En dat hebben we opgepakt. En zodoende staan we vandaag hier en openen we dit mooie monument. Ja. Het gedenkteken is uiteraard een Pegasus, het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie. Het is een ontwerp van Lotte Pronk, die een smederij bezit in Andelst. Ja, ik ben met een schets begonnen, dus toen ben ik een beetje erin gaan duiken van wat is nou operatie Pegasus. Ja, hoe zie je nou echt van, oh dat hoort daarbij, nou ja, een Pegasus. Dus vandaar dat het dat ontwerp geworden is. Die heb ik bij Wim voorgelegd en die heeft het bij de andere partijen neergelegd van, nou wat vinden jullie ervan? Uiteindelijk was dat goedgekeurd. En uiteindelijk staat jouw ontwerp dan ineens als monument langs de dijk. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Je hebt toch meegewerkt aan iets wat voor sommige mensen een heel belangrijk punt kan gaan worden. Vanwege opa die in de oorlog meegevochten heeft. En dat zij dan nu ook een punt hebben van dat er aandacht aan besteed wordt. Daphne Bergman heeft vandaag haar functie als burgemeester van de gemeente Beuningen weer herpakt. Vanwege gezondheidsproblemen had ze zich in het voorjaar ziek gemeld. En sinds 5 juni werd haar taak waargenomen door Corrie van Ree Oud-Ammerveld, die eerder ook waarnemend burgemeester van Druten was. Bergman bedankt van Ree voor haar inzet voor Beuningen. De Vijfknoop achter station Nijmegen is sinds maandagochtend weer open voor verkeer. Alleen de Koninginnelaan blijft nog afgesloten tot 15 december. Afgelopen weekend was de verkeersader afgesloten, zodat er voorbereidingen getroffen konden worden voor de werkzaamheden die hier de komende tijd zullen plaatsvinden. Het doel is om uiteindelijk een nieuwe situatie te creëren en de doorstroom te verbeteren. Daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt om aan de westzijde een nieuwe ingang naar het station aan te leggen. Op dit moment zijn vooral tijdelijke verkeerslichten geplaatst en zijn de omliggende bomen gekapt. NEC kijkt wederom terug op een teleurstellende wedstrijd. Zaterdagavond speelden de Nijmegenaren thuis in de Goffert tegen Almere City. Geen lastige tegenstander, maar toch moest NEC genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Daarbij kreeg Bart van Rooij ook nog zijn tweede gele kaart, dus rood vanwege een schouderduel. Waardoor de Nijmegenaren de laatste 20 minuten met 10 man kwamen te staan. Trainer Rogier Meijer noemt de resultaten dan ook teleurstellend. Ja, ik wist wel dat het lastig zou worden, heb ik ook wel gezegd. Hè? Omdat het een lastige ploeg is om te spelen. Maar je wil wel thuis winnen van Almere, dus dan is het teleurstellend. Ik kan me voorstellen dat je afgelopen dagen je ploeg gewaarschuwd hebt voor wat de wedstrijd het kan worden. En het eerste uur, het werd precies zo'n wedstrijd, denk ik. Nou ja, dat heeft ook te maken met de tegenstander. Hè? Die eigenlijk overal 1-1 maakt eigenlijk, waardoor je lastig tot voetballen komt. Waardoor je ook soms gedwongen wordt om de lange bal te spelen. Dus dat hadden we zeker met elkaar besproken. En ik denk dat een belangrijk moment is dat we 1-0 achterkomen. Want dan zie je daarna wel dat we wat meer tegen onszelf ook gevoetbald hebben. Maar ook tegen Almere, dus dan is het lastig. Open Mind houdt van 16 oktober tot en met 6 november hun tentoonstelling Open voor Depressiviteit in Kasteeltuin Wiegen. De tentoonstelling bestaat uit 30 portretten van verschillende mensen met elk hun eigen verhaal. De bedoeling van deze tentoonstelling is om depressie uit de taboesfeer te halen. De foto's zijn gemaakt door Linelle Deunk. Ja, de Kasteeltuin is een mooie plek waar je kan wandelen en het is vrij toegankelijk. Dus het is heel laagdrempelig voor mensen om even een wandeling hier te maken en wat van de verhalen te lezen en op hun eigen moment. Volgende week is het ook Week van de Gezondheid in Wiegen. En daarom vonden we dit daar ook mooi bij passen, omdat mentale gezondheid ook heel belangrijk is. Deze bijzondere tentoonstelling staat in Kasteeltuin Wiegen. Deze plek is onder andere gekozen omdat de borden bij elkaar geplaatst konden worden in plaats van uit elkaar. Ieder bord heeft zijn eigen persoon en verhaal. Ja, op de tentoonstelling kun je er portretten zien van jongeren die kampen met depressiviteit. En dat zijn jongeren tot en met 30 jaar. De verhalen van deze jongeren zijn hier ook op te lezen. Want we vinden het belangrijk om niet alleen een gezicht te geven aan jongeren die kampen met depressiviteit, maar ook om hun ervaringsverhaal te delen. Zodat eigenlijk iedereen in de maatschappij kennis kan nemen van hun ervaringen en van hun verhalen.
In de hoop dat de taboe, want er rust nog steeds een taboe op depressiviteit, om dat te doorbreken. En dit doen we dus door middel van portretten en verhalen, waarin je dus hun ervaringen kan lezen. Je kan ook lezen hoe zij ermee omgaan. En we laten dit zien, zodat we handvaten kunnen bieden ook voor andere jongeren. En ook zodat jongeren beter weten van hoe kunnen we hiermee omgaan. En om te laten zien van het is oké om hier open over te zijn en om dit bespreekbaar te maken, ook met anderen in je omgeving. Ook is het voor de bewoners van Wijchen belangrijk om te weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Er is heel veel hulp bij allerlei verschillende organisaties. En jongeren of ouders die daar vragen over hebben en ja, zoekend zijn van is het misschien handig als mijn kind een keer met iemand zou kunnen praten. Dan kan dat bijvoorbeeld via de school, via schoolmaatschappelijk werk. Zij hebben een goed beeld van wat er qua hulp mogelijk is. En ook het sociaal wijkteam in Wijchen kan daarbij helpen. En ook de welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar. Die heeft ook veel aanbod voor zowel ouders als jongeren om hun te helpen om zich goed in hun vel te voelen. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. Staatsbosbeheer kondigt aan dat het aankomende zaterdagavond weer de nacht van de nacht is. Het laatste weekend van oktober. Wanneer ook de wintertijd weer ingaat, zijn er allerlei activiteiten te vinden om de natuur in het donker te beleven. Denk bijvoorbeeld aan een nachtelijke natuurwandeling onder leiding van een gids of boswachter. Alle info te vinden op nachtvandenacht.nl. Gemeente Wijchen wil zich vergroenen. Dat doen ze door aanstaande woensdagmiddag naar de dorpen Bergharen, Herne en Leur te komen en daar de bezoekers tips en informatie te geven over het vergroenen van hun tuin of balkon. Daarbij geven ze ook wat handige spulletjes weg, ook voor de kinderen. De actie is onder meer tussen 1 en 3 in Herne te vinden en tussen 4 en 6 in Bergharen. En de Zevenheuvelenloop meldt dat het nog precies 4 weken duurt voor hun hardloop-evenement weer plaatsvindt in Nijmegen en omgeving. Mocht je je nog willen inschrijven, dan kan dit nog tot en met 7 november. En dat is dus nog 2 weken. Dat geldt ook trouwens voor de Zevenheuvelennacht. Vanavond trekt er vanuit het zuiden een regengebied over de regio die tegen de nacht weer wegtrekt. Morgen ontkomen we ook niet aan de nodige regen die verspreid over de dag valt. Daaromheen zal het vooral bewolkt zijn bij een temperatuur van zo'n 13 graden. Voor de rest van de week staat er weinig veranderingen op het menu. Het blijft van tijd tot tijd wisselvallig bij zo'n 13 graden. Voor rustig najaarsweer met geregeld zon moeten we toch minstens tot volgende week gaan wachten. En tot zover het RN7 regionieuws van maandag 23 oktober. Het laatste nieuws vind je altijd op onze website rn7.nl en volg ons vooral ook even op de sociale media. Facebook, Instagram en X en natuurlijk YouTube. Daar zijn we ook te vinden onder RN7 online. Morgen zijn we weer bij je terug met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!